even zien hoe je haar eruit ziet na 2 maanden. Dat je niet zo lang moet wachten. Tuurlijk, dus je doet, ja, je doet een pleister op en dan gaan over je hele lichaam de cellulitis weg. Ik geloof nee, meteen. Op je benen. Dan moet je dus niet, dan moet je zo'n pleintje je hele benen intapen, ja, of zo. Heb je het niet gezien? Nou, tja. Dat ga ik opzoeken, net als die niet of zelf om je voeten. Maar hoe moet je hele been, dus maar je hele bovenbeen en je, ja, en je billen, alles intapen? Ja, elke avond. 10 dagen lang. Wel elke avond. 10 dagen. En dan 's morgens moet je, dan krijg je meteen zo'n Brazilian wax erbij, ja, als je je benen niet geschoren hebt of zo, dat je aan, als die pleister afgetrokken moet worden. Ik denk dat het niet heel pakken. Dat er altijd zo'n laagje overblijft, dus lekker aan je broek blijft plakken. Oh ja, dat, ja, is echt prettig, ja. Heb je ze al gezien, mijn vlogs en zo? Nee, ik heb er nog geen één gezien, maar ja, dat komt omdat ik heb af en toe snel gekeken en ik was er nog niet helemaal, maar ik zie het er wel voorbij komen. Ik heb wel gezien vorige keer met een meisje. Toen las ik er iets bij van Utopia of zo. Ja, 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 ja. Ja, dus ik heb het niet helemaal, maar ik zag het wel. Ik zie het wel voorbij komen, hè? Ja, ik was ook in Utopia vorige week. Hoe was dat? Ja, ik ben nu al 2 keer geweest. Oké. Okay. Maar ja, dat is wel. Maar van mensen die haar dan gewoon laten. Nou, er is, ja, er is 1 meisje, Gina. Nou, ik kijk nooit, hè, dus ik weet, ja, het niet. En die heeft een cursus hair extensions gedaan. Oh. In Utopia, dus dan moest ik, ja, maar ze mogen de trein natuurlijk niet af, dus ik moest, nee, echt naar Utopia. Dat was wel heel erg leuk. En ik heb, zeg maar, vorige week heb ik bij haar hair extensions gezet, ook, oh, ook in Utopia. Oké. Okay. Ik moet zeggen, de 2e keer voelde ik me wel wat meer op mijn gemak. De 1e keer denk je, oh, voor de camera's, weet je, wat als ik nu jeuk krijg aan mijn neus of zo, weet je. Ja, ze zien alles. Alles. Hoe lang zitten ze er nu in? Laten we eens kijken. Ik weet niet wanneer ik het. Maar heel lang hoor. We gaan even beginnen. We hebben het niet over 2 maanden hoor. Oké. Okay. Het is echt wel langer. Ik heb het erin staan. Vorig jaar moet je even kijken. Oh, hier hoor. 10:30 haar inzetten. Maar dit kan haast niet. Nee? Schokkend? Wacht even, dan ga ik eventjes. Ik ga even zitten, want ik denk 25 januari. 25 januari? Ben je 25 januari geweest? Bijna een half jaar. Wacht hoor, dan ga ik even kijken. Ik ga even kijken hoor, want dit is wel heel erg, hè. Of zou ik tussendoor nog een keer doen? Don't try this at home. Nee. Nee. Zou ik dit tussendoor nog een keer doen? Nou, ik zit zo te kijken. Ja, je haar groeit ongeveer 1 centimeter per maand. Ja. Dus 25 januari, februari, maart, april, mei, juni. Ja, ik ga kijken hoor. Nee, dat is, het is geen. Nee, het is eerder 3 maanden, denk ik. Oh. Oh nee. Nee! Nee, 17 maart, hè? Oh! Ik denk wel. No! 2 maart. 17 maart. April, mei, juni. Oké, okay, dus 3 maanden is het. Dat is nog heel lang hoor. Maar ik ben ook nog nooit zo lang niet geweest, zeg maar. Maar het kwam echt niet. Ik zeg, ik zat hier in Landsmeer. Maar ik wist nooit hoe laat ik hier zat. Dus ik kon niet afspreken om het opnieuw te laten doen, mijn haar. Want ik denk, ja, ik wist niet hoe laat ik hier moest zijn. Je hebt maar 2 rijen, heb je? Ja. Oh, ja. Zo snel gaan ook. Ik was begonnen met 4. Ja, ik wou net zeggen. Maar ik heb er nu maar 2 en dan heb ik nog heel veel haar. Dus ik vond het wel. Ja, dat is het leuke van hier gewoon. Je maakt vrouwen alleen maar mooi. Ja. Alle vrouwen hier die gaan blij de deur uit. Ja. Ja, dat is mooi. Hè? Als je gewoon kapper bent en je gaat iemands haar kleuren, dan kan een klant nog wel eens denken, ah, ik vind het te donker of te rood. Of, maar ik heb nog nooit iemand gehad die zegt, goh, ik vind mijn haar te dun of te kort. Of het is altijd goed. Ja, maar weet je, als je ouder... Nou, dan nog, want ik heb altijd heel dik mooi haar gehad, maar ik kan er geen bal mee. Zeg, als ik dit haar erin heb, dan kan ik er van alles mee doen en dan blijft het ook de hele dag en de avond zitten. Ja. Maar dat kan met mijn haar absoluut niet, want ik heb net zo lang haar bijna als mijn... Hier, dit is mijn eigen haar, maar het is toch heel wat anders als ik het erin heb. Maar wat kan je dan niet dan met je eigen haar? Als ik mijn haar met de tang doe, of met de stijltang, of met de krul, dan gaat het eerder truttig zitten
en het gaat er zo weer uit. Dit haar blijft de hele dag en avond gewoon zitten. Ja, het heeft wel, dit haar heeft wat meer body, zeg maar, ja. Weet je wel. Dus het, als je een krul erin zet, dan blijft hij ook... Ja. En hij zit anders. Ja. Ja, hij is gewoon anders. Ja. Ja. Maar ik heb hiervoor dus ook enkele gehad. Maar ja. Dat was voor mijn haar niet... Te dik haar. Maar niet hier hoor, dat heb ik ergens anders laten doen. En dat vond ik niet... vond ik niet fijn. Ja. En toen heb ik met micro-ringen gehad. Ja. Een hele tijd, want toen moest ik zoveel haar, want ik had kort haar toen en toen hebben ze het helemaal lang gemaakt. Ja, ja, ja. Maar toen kon ik het ook niet los doen, wat okay. Zij net zei, dat ging niet. En toen zei ik van, en toen kwam ik hier voor het eerst en zei ik, ja, je gaat het toch niet zien hè, die overgang. Want ik heb het nog nooit mooi gehad. Ja, ja, ja. Ik heb het ook één keer laten zetten ergens anders en toen heb ik het na een maand eruit gehaald. Ik vond het helemaal niks. Ik heb het er niet meer in laten zetten. Toen hadden ze ook gevlochten en heel lelijk. Ja, heel ik heb het ook één keer daar gevlochten of opgemogen. Maar met lijm hadden ze het bij mij gedaan. Nee, ik had het een week volgehouden. Ja, nou ik denk dat ik inderdaad 3 weken hoor, dat ik het er toen uit heb gehaald. Dat ik dacht, nou dit wil ik niet meer. Nee. En toen dacht ik, nou, ik ga het toch nog een keer proberen. Ja. Toen heb ik jou gevraagd, kan je het zien, een overgang? Nee, ik weet, kan je zeker beloven, je gaat niks zien. Ja. Dus toen ben ik hierheen gekomen, ja, en toen was het... Was je goed? Ja, toen was het. Ja, dat is echt. Ja, maar je hebt toch zeker, want ik zie altijd die ik mensen zie het met altijd. Ja, maar bij mezelf ook. Het was echt niet mooi. Maar nu zie je het echt niet. Nee, je ziet niks. Dat heb jij dan precies, weet je wel? Je ziet helemaal niks. Echt lekker.